goed akkoord is waar we de komende weken, de komende jaren moet ik zeggen, waar we gewoon heel goed mee aan de slag kunnen om Horst en de Maas nog mooier te maken dan het al is. Ja. Goedemiddag Horst en de Maas. Ik ben onderweg naar Horst op de fiets naar de raadzaal. Want daar is een hele bijzondere bijeenkomst vanmiddag voor de pers. Namelijk het presentatie van het coalitieakkoord. Je raadt het al, ze zijn eruit, de vier partijen, een brede coalitie. CDA, D66 GroenLinks, Partij van de Arbeid en onszelf natuurlijk, Essentie. Hartstikke mooi en fijn dat we eruit zijn. Het worden een mooie 4 jaar, mooie 4 bestuursjaren. Ik ga jullie meenemen naar deze sessie. Ik ga daar wel proberen wat interviewtjes te doen, zodat die mooi in de vlog kunnen en dat jullie dat allemaal terug kunnen zien. Jullie zijn eruit, we zijn eruit. Ja. Waar ben je het meest trots op over de afgelopen periode? Ik ben meest trots op wat er nu ligt. Het akkoord wat we hebben bereikt. Ik denk dat het echt een goed akkoord is waar we de komende weken, of de komende jaren moet ik zeggen, waar we gewoon heel goed mee aan de slag kunnen om Horst en de Maas nog mooier te maken dan het al is. Ja. Ik sta hier nu langs Bianca. Hoe vond je de afgelopen weken het onderhandelen? Superleuk. Ja, hele nieuwe ervaring. Nooit eerder gedaan. Heel veel van geleerd. Intensief. Maar uiteindelijk heel erg blij met het resultaat. Resultaat waar we trots op mogen zijn. Mooi. Gelukkig. Ik sta nu naast Thijs, de beoogde nieuwe wethouder. En 5 juni waarschijnlijk een nieuwe wethouder. Dan ga je echt beginnen. En wat lijkt je nou het leukste de aankomende tijd? Het leukste, dat moet je kiezen. Dat is best lastig met zo'n ambitieus programma met zoveel punten erin, waar ambitie in zit. En dan ook nog een portefeuille die ik mag gaan vervullen. Met erin hele grote thema's als handhaving, de uitdaging op de jeugdzorg. Mm-hmm. Met name, en misschien staat dat wel met stip bovenaan op mijn lijstje, als ik dan toch moet kiezen, de duurzaamheidsagenda die we gaan maken. Een heel ambitieus duurzaamheidsprogramma voor Horst en de Maas te realiseren. Okay. We gaan het zien de aankomende 4 jaar. Ik ga er vol vertrouwen in. Dankjewel, ik ook. Naast mij staat Erik, de nieuwe beoogde wethouder van Essentie. Hartstikke blij zijn we natuurlijk. Erik, waar heb jij het meeste zin in dadelijk als nieuwe wethouder? Nou, ik heb gewoon zin om samen met dit nieuwe college, zeg maar, straks mijn hart te gaan maken voor Horst en de Maas. Zorgen dat we dicht bij de burgers zitten, dat we leuke initiatieven gaan nemen. Zorgen dat het nog mooier leven en wonen is in Horst en de Maas. Mooi, goed zo. Gaan we voor zorgen. Onder andere de situatie die ik net voorbij ben gefietst. Station Horst Zevenum zit bij Erik, de wethouder van Essentie, in het portefeuille. Dit betekent dat we de aankomende 4 jaar waarschijnlijk dit probleem gaan oplossen, dat hier niet meer zo druk is. Voor nu zeg ik een fijn Pinksteren en tot de volgende keer maar weer. Groetjes!